even en we weten wie Willem-Joris opvolgt en wie de felbegeerde titel van Mr. Gay Vlaanderen op zijn naam mag zetten. Maar voor het zover is, staat de kandidaten nog een kant-en-klaar voorbereidend weekend te wachten. Want met kant-en-klaar leggen we vooral de nadruk op kant. Want de laatste hindernissen moeten de 12 gouden finalisten in het Venetië van het Noorden proberen te overbruggen. Inchecken in het leeshotel dan maar. Een lekker warme douche en een beetje platte rust hebben de jongens na bijna 8 uur danstraining wel verdiend. Dat is echt een rollercoaster van verschillende leuke dingen, dingen die je anders niet zou doen. Dus dat is heel, heel tof. De groep is heel leuk, dus dat maakt het allemaal heel positief en heel tof. Wij zijn echt wel vrienden geworden. Hè. We vertellen veel tegen elkaar, het is heel sociaal, dus we zijn echt wel een close vriendengroep. Helemaal erboren en met een stevig diner sluiten de kandidaten de dag af. Of toch niet, want vanavond zal Louik België vertegenwoordigen tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Gedisciplineerd zoals ze zijn, zitten onze Eurosongfans om 9 uur stipt aan de ontbijttafel. Want de dag is weer goed gevuld. Het is een hele leuke ervaring. Het is heel uniek, want ik heb zelf nog niet echt meegemaakt zo'n verkiezing. Dus ik heb er ook veel uit geleerd, heel veel zelfvertrouwen en ook heel veel nieuwe vrienden leren kennen. Ik ga het zeker missen. Ik ben een druk persoon en omdat het een enorm drukke periode is geweest, is het wel... een organisatie of een event waar ik met heel veel plezier aan mee heb gedaan. Dus ik kan het zeker wel missen. De kandidaten worden ook beoordeeld op hun prestaties tijdens de voorbereidende sessies. En de Mr. Gay Vlaanderen test. Deze test bestaat uit een examen opgesteld door Savaria. Het examen is voor mij iets moeilijker verlopen dan verwacht, om eerlijk te zijn. Het is wel goed ingestudeerd geweest, maar natuurlijk kan je niet elk detail van alles onthouden. Het examen is heel goed verlopen. Er waren wel wat moeilijke vragen bij, maar dat is wel normaal bij een examen. Maar ik had me een beetje voorbereid en ik denk dat het resultaat heel positief is. En dan is het tijd voor wat cultuur. De finalisten gaan op ontdekkingstocht door het zonnige Brugge, waarbij elk zintuig wordt geprikkeld. De Art Challenge was voor mij zeer moeilijk, aangezien ik niet echt handig ben in zulke dingen. Maar ik heb toch even me daarop toegelegd en er goed over nagedacht. Ik heb het zo goed mogelijk proberen uit te werken. En ik denk wel dat ik mijn verhaal en mijn boodschap toe heb kunnen verwerken in die opdracht. De campagne loopt bijna ten einde en daarvoor trekken we eerst nog naar Antwerpen. Want voor de laatste actepresence in Bonaparte wordt er eerst nog door Brasserie Het Braboeke een afscheidsdiner voorzien. Baby.